geen stress. Moving silence and strong. Ik ben een gunner en plummer met lood. Ik denk aan mijn boot. Ben on the road. Die niggas zijn bloot. Mijn code is rood, dus geen gekloot. Dit is Universe, waar we tussen de lijnen lezen. De plaat moet uitkomen. Mensen moeten mijn nummers gaan begrijpen. Dus ik hoop met de uitleg van deze lyrics dat ze mijn andere lyrics ook op die manier gaan benaderen, beluisteren en hun tijd nemen om dat ook zo te beluisteren. Want dan heeft mijn muziek veel meer waarde voor hun. En dan is het beter voor je oren. Want dan kan je je oren daar veel meer van laten genieten. Aan het einde van de tunnel is er licht en dus. Blijf ik zwoegen, bloeden en zweten, dat ding is een must. Ben van nature onverstoorbaar, maar hoogsensitief. In het heets van de strijd neem ik initiatief. Tijdens dat ik eigenlijk word geraakt door allerlei prikkels, heb ik toch altijd doorzettingsvermogen. Dus ik voel dat iemand me steekt of probeert te kleineren of probeert aan te vallen of wat dan ook. En ondanks dat dat gebeurt, heb ik het vermogen om mezelf zeg maar zo op te richten dat ik toch doorga. En dat is dan dat ik toch dan onverstoorbaar ben, want ik wil mijn doel bereiken. En dat is aan het einde van de tunnel. Overweldigende prikkels in mijn cellen die cirkelvormig gebouwd zijn. Praat ik met mezelf, dat doe ik totdat we oud zijn. Strijden en dingen vermijden, maar niet opzij gaan. Ik sta achter mijn woorden als achteraan in de rij staan. Overweldigende prikkels in mijn cellen die cirkelvormig gebouwd zijn. Ja? Die prikkels van mijn hoge sensitiviteit, die komen ook aan in mijn lichaam. En ik heb sikkelcel. Sikkelcellen heb ik. En dat is een vervelende bloedziekte die alleen bij donkere mensen voorkomt. Daar heb ik veel last van. Maar als je gespannen bent of je krijgt stress, dan werkt dat 10 keer zo zwaar als bij een normaal persoon. Dus daarom heb ik het over die overweldigende prikkels in mijn cellen die sikkelvormig gebouwd zijn. Okay. Praat ik met mezelf, dat doe ik totdat we oud zijn. Want mezelf en ik, dat is natuurlijk één. Maar daarom zeg ik wel even als een soort knipoog, zeg maar. Blijf gaan, geen stoppen meer aan, tot de stoppen doorslaan. Zware concentratie met alles blazen als een orkaan. Visie niet te benijden, spanning is om te snijden. Jij gooit voor die kop of een munt, ik wil ze beide. Sommige mensen die gaan ervoor en die denken, als ik dit maar krijg, dan ben ik tevreden. Maar ik niet. Bij mij, ik denk lange termijn. Dus als het nu niet lukt, mag je me uitlachen. Want jij bent misschien veel verder en ik ben hier. Maar ik ben aan het bouwen voor iets van mezelf. En niet van jou of van hem, maar van mezelf. En op het moment dat ik ben waar ik moet zijn, mensen snappen me ook vaak niet. Die denken, ja, waar is hij nou mee bezig? Die snappen het eindplaatje niet, maar ik ben rustig aan het bouwen. En ik bepaal zelf wanneer ik alles inkleur en afmaak. Ik heb jouw tijd niet, ik werk volgens mijn eigen tijd. Dus op het moment dat het dan af is, dan denken ze, hey, zo, dat is, weet je, of, ja, die heeft geluk. Nee, daar is aan gebouwd, daar is aan gewerkt. In die tunnel waar ik loop is een confrontatie met hoop. De twijfel is een groot en je schoenen gevuld met lood. Zwaar is het zeker, het werkt voor geen meter. Opgeven bestaat niet, want alles wordt weer beter. Je moet zo zien, als je in de duisternis loopt en je weet eigenlijk niet waar je naartoe gaat, heb je enige navigatie zit in je hoofd. En dat is dat je je moet vastklampen aan hoop. Ik loop rechtdoor, want uiteindelijk moet er licht komen. Dus in je angsten en al je woede en alles, loop je toch door. Omdat je discipline hebt om uiteindelijk te komen bij het punt waar je wil zijn. Dus dat is de confrontatie met hoop. En de spanning die blijft. De spanning is groot. Snap je? Dus dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen daarmee. Tunnelvisie. De wet van de sterkste overleeft. Ik weet hoe ik moet bewegen. Van buiten ben ik een beest. In principe, je natuur is zo gebouwd dat elk mens, en het maakt niet uit als je de grootste killer bent, dat doe je met je hoofd. Ja, dat doe je nooit met je hart. Je weet toch, elk mens die heeft een bepaalde, die heeft affectie voor iets. Alles maar één klein dingetje. Dus van buiten ben ik inderdaad een beest. Dat is ook het imago wat ik mezelf heb eigenlijk aangetrokken. Omdat dat heeft mij geholpen tijdens mijn jeugd. Want dat betekent ook dat mensen je niet zomaar willen aanvallen of lastigvallen. Want die denken dan 3-4 keer na.
En dat is best wel goed als verdedigingsmechanisme. Op zoek naar het licht, het einde in zicht, wat een gewicht, je zwicht. De structuur van je DNA wordt ontwricht. Op zoek naar het licht, het einde in zicht. Dus ik loop naar het einde van de tunnel om zeg maar de positiviteit te benaderen. Het einde in zicht, wat een gewicht. Want die zwaarte die je draagt is echt zwaar. Je DNA wordt ontwricht. Snap je? Want doordat jij continu door bepaalde trials and tribulations komt, verandert je DNA structuur niet, maar wel, het verandert wel jou als mens. Dus de codes worden herschreven, zeg maar. Balanceer op de spanning, jij controleert de bemanning. Eenmans, dus ik ben nooit toe aan een vervanging. Ferm in het donker, scherp in het bijzonder, zie alles al in die tunnel, dus buiten ben ik een wonder. Op het moment dat jij in een donkere kamer zit, 3, 5, 8 uur, ga je alles in die kamer zien. Want je pupillen die veranderen, die worden groter. Dus op het moment dat jij zo lang in de duisternis hebt moeten bewegen om jezelf te redden, dan zie je alles. Dus als ik alles al zie in het duister, dus ik kan mijn plannen maken, ik kan bewegen, ik kan overleven in het duister, laat staan als ik buiten ben, dan ben ik een wonder. Ik donder en flits, ik vecht en ik spit, jij bent op niks, ik kwam van die bricks, duistere shit, move met pricks, geen bitch op mijn radar, een vrouw maakte mijn vader, die volgende ook, dus overleven we in dat kader. Om vader te zijn is zo bijzonder, is zo speciaal. Ik zou het voor geen goud willen missen. Met pap, constant zoeken naar hap. Praat over nummers, geen stress. Move in silence en strong, ik ben een gunner en plummer. Met lood, ik denk aan mijn boot. Ben on the road, die niggas zijn bloot. Mijn code is rood, dus geen gekloot. Het belangrijkste van dat stukje is dat er staat dat ik een gunner ben. Ja, ik ben een gunner. Maar, ik ben ook een mechanic. Als het moet, dan pakken we de gereedschappen. Ik ben tegen geweld en sowieso tegen zinloos geweld. Ik vind bijna altijd geweld vind ik bijna altijd zinloos. In 90% van de gevallen is dat ook zo. Maar die 10%, daar sta ik 100% achter. Want als iemand mij wil aanvallen, dan doe ik wat ik moet doen om mezelf te beschermen. En mijn familie, en mijn mensen, en mensen, mijn dierbaren. Daarom tunnelvisie, alles bij elkaar. Maak de tunnelvisie focus. Ook van op het moment dat het over ellende gaat, is het ook mijn doel. En op het moment dat het gaat om positiviteit, ben ik ook op mijn doel. Totdat ik het heb bereikt. Want dan heb ik vrijheid. En voordat het bereikt is, heb ik focus.